die nieuwe plaat. En mail dan naar info@soundart-design.com of kijk op onze site natuurlijk voor het mailadres. Als u interesse heeft, bijvoorbeeld in die indrukwekkende speciale editie die eruit gaat komen van het album. Wij gaan door met de nieuwe release, de eerste nieuwe release van vanavond. En dat is de plaat Next Station van Marco De Angelis. En een paar jaar geleden besteden we al aandacht aan zijn vorige plaat The River. En we schreven die om muziek destijds als een fraai samengaan van Mike and the Mechanics-achtige progressieve pop en Pink Floyd gerelateerde sfeertjes. En die omschrijving is ook op Next Station nog steeds van toepassing. Maar er zijn nog meer stijlen aan toegevoegd. Zo horen we in de relatief kortere stukken, die bijna allemaal rond de 6 minuten klokken, catchy elementen die doen denken aan Mr. Mister of World Trade. En komt er in een kwartier lang stuk ook het oude Genesis om de hoek kijken. En zeker ook die invloed van Pink Floyd erfenis. We horen gastzangers op de plaat die we kennen. Want wat dacht u van Ned Sylvan en Göran Edman. En daarnaast ook nog Robbie Wyckoff uit de band van Roger Waters nota bene. En we horen allerlei indrukwekkende sferen. En productioneel is het ook helemaal prachtig voor elkaar. Wij gaan luisteren naar het titelnummer dat uit 4 delen bestaat. En dat meer dan 12 minuten in beslag neemt. En dat heet Next Station. Marco De Angelis.
govern, I will find you at the starting line again. Slice of life cut through the skin. But a steel might drag me down. Yourself wondering how long have I got, and all your love and passion won't be roots for a growing tree. The last leaf is turning.
trees. There's no one ahead of you in the row. Luisteren naar het titelnummer van de nieuwe plaat van de Italiaan Marco De Angelis. En het nummer en de plaat heten allebei dus Next Station. En de man zelf is Chapman stickbespeler. En daarnaast bespeelt hij nog een scala aan instrumenten. En hij krijgt hulp van behoorlijk wat mensen, zoals ik net u al vertelde. Kijkt u vooral voor meer informatie op xymphonia.aafm.nl.